goedemorgen allemaal. Eigenlijk geen CSL. Zeg geen zeer goedemorgen. Maar vergeet wel geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van trailen en zeilen. Dan deze gaat nu naar huis toe. Wat heel jammer is. Wat ik echt ook heel jammer vind. Ik heb er zelfs buikpijn van gekregen. Nee, schat. Zo moeilijk is het. Ik heb het ook heel moeilijk, mensen. Want wij worden nu echt letterlijk en figuurlijk 2 weken van elkaar gescheiden. Dus we kunnen niet bij elkaar blijven slapen. Dat bedoel ik ermee. Dat is even moeilijk. Hè, schat? Ja. Kunnen we nu doorgaan, want anders ga ik het nog moeilijker krijgen. Kun je het toch gauw eens zeggen nog tegen de kijkers? Ik ga jullie missen. En wie vooral? Jou. En wie nog? Tamara? Ja, maar die kan ik nog gewoon via Messenger. Ja, oké. Dat is wel weer waar. Jou kan ik niet eens voelen, jou kan ik ook over via Messenger aan het bezoek krijgen, maar dan nog, dus... Mm-hmm. Allee, bij deze, ik ga nu haar spullen dus naar onder doen en dan gaan we vertrekken. Tot strakjes. Ja mensen, ik ben nog altijd bezig met legale muziek om nog altijd aan het downloaden. Ik heb ook nog bijna juist mijn schatje terug naar huis gebracht. Daarna heb ik ook nog heel eventjes Pokémon Go gespeeld. Nu ben ik nog even bezig nog nieuwe kanalen toe aan voegen in het programma voor legale muziek te kunnen binnenhalen. En ik moet ook nog verjaardagsoverdracht doen. Nu misschien wel 2 dagen te laat, maar maakt niet uit. Beter laat dan nooit. Een vriend van... dus dat komt uit... Ik moet even zo doen. Het komt uit van een vriend. B-R-N-T-T-T-T. Een vriend van mij is jarig vandaag en we kijken vaak uw vlogs. Zou je AJP een videoboodschap kunnen maken waar je hem een gelukkige verjaardag wenst? Hij noemt Jonas. Als je dit niet in uw drukke schema past, snap ik dat natuurlijk wel. Oké, alvast bedankt. Bij deze is het erin gezet. Wens hem dan een gelukkige verjaardag namens Daan en Brent. Voilà, bij deze... heb ik de verjaardagswensen dus overgebracht. Yay! En zelfs misschien nog op locatie de Q&A. Dus dat komt nog wel allemaal wel in orde. En nu ga ik nog even... Ik ben hier nu bij mijn schatje. Bij haar thuis nu. Jammer. Hij heeft niet gevraagd of ik wou of hij ging camera, ging filmen, maar... Hey, doe het maar! Ja, voor haar nog eens een keer een beeld te krijgen. Daarom. Ja, dat is bij mijn woning. Ja, maar de achterkant en niet de voorkant. Ja. En het is redelijk wat bewolkt. Het is ook wat winderig, hè? Ja, maar soms komt de zon tussenuit en dat is wel fijn. Ja. Maar toch zijn mijn polletjes bijna aan het bevriezen. Als je door wilt, kan ik het zeggen, hè? Of wat nog mee? Ah, valt nog mee. maar hier hebben ze ook wel zorgmaatregelen genomen. Rondom ons en ook rondom u. Wat bedoel je daarmee? Dat wij wel nog mogen knuffelen, bijvoorbeeld. En dat jij je mama niet mag knuffelen, daar heb jij voor gekozen. Nee, daar heeft mijn mama voor gekozen. Ah, oké. Okay. En de begeleiding voor een stukje, want die zei alleen je vriend, je mama niet. Ah, oké. Okay. Oh, ben ik toch gelukkig. En wat ook zo is, kijkers, ik heb in mijn woning 2 wc's. Dus 1 wc is voor mij en 1 wc is voor mijn medebewoner en zijn bezoekers. En 1 wc is van mij en van de bezoekers die ik krijg. Dus met andere woorden, ze hebben ook nagekeken van hoe je naar de wc moet gaan. En de douche wordt elke dag ontsmet. Als er iemand gedoucht heeft, dan wordt dat gelijk ontsmet door de begeleiding. Ah, jullie moeten dat dus niet doen? Nee, dat wou de begeleiding doen. Ah, oké. Dat is top. Dat is heel top. Want ik en Peter kennen daar niks van hoe je moet ontsmetten en zo. En de begeleiding wel, want die hebben dat uitgelegd gekregen, hè. Ja, en ik weet ook
hoe dat moet ontsmet worden, omdat dat ik in de verzorging sta. Ja. In de logistiek. Maar ik ga mij ook binnenkort laten testen bij de dokter. En dan is hoogstwaarschijnlijk ook weer al 3 dagen quarantaine in. Au, 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 en dan au, kan, ik, kan ik jou niet zien als je aan de tijd doet wanneer ik... Ah ja, juist, dat ook nog. Hmm. Ja, je gaat het toch doen, schat. We kunnen ook facetimen. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, 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 we zien hem wel. Ik zal hem wel door de week laten doen. En niet tijdens het weekend. Van ons moeten we de ganse weekend al kander missen en dat willen we niet, hè? Nee. Ja, ik heb mijn geld in mijn broek. Gatje, gatje. Ik weet niet als jullie het zien, hier zo. Oh. En wat gaat je nog vandaag doen? Kleuren achter mijn laptop, denk ik. Gewoon even chatten of zo. Ja. Oké. Okay. Maar vooral op Discord chatten. Oké. Okay. Allee, ik kan jullie nu laten. Yo. Yo. En tot de volgende, hè. Tot de volgende keer, kijkers. Bye. En dat gaat heel snel gebeuren, hoor, kijkers. Hallo, kijkers. En welkom nog eens op een Q&A. Jawel. Ja. Ik ga dus de Q&A doen hier nu ter plaatse bij mijn thuis. Jammer genoeg, je ziet, hier ligt alleen maar een handdoek, geen BN meer. PS is vandaag naar huis moeten gaan. Moeten, ja, moeten. Dus, maar binnenkort gaan we wel samen wonen. Dat staat wel al vast. Bij deze wil ik via deze weg ook al excuseer dat de vlog weer al eens te laat is online gekomen. Bij deze. Hopelijk aanvaard. Dan gaan we eens door naar de vlogs. 827. Maxime Bonne. Demi, ik heb een leuk challenge. Share je bij 5 likes je haar af. En dat zijn geen likes. Nummer 1. S. Docs. Handen wassen, Demi, als je thuis komt. Dat doe ik. Jo Klaas, heel goed. Dankjewel. Dat. Dan vlog 828. 13 reacties. 7 minuten 23. Gefeliciteerd, Dimi. Dit is de 100ste keer dat je coronamaatregelen aan je laars lapt. Dit verdient een feestje. Het is wel duidelijk waarom je gemeente het meeste aantal besmettingen van Vlaanderen hebben. Ja, sorry, hè. Ja, ik ben dan op locatie gegaan vorige week voor de Q&A bij... hoe noemt die beekwereld daar? De Mombeek Vallei. Daar de Q&A gaan op te nemen. Bam. Oh, dat is het hier. Tadam. Voilà. Psycho TV. Toppie. Oké. Ben verdikt. 1 minuut 02. Heb je serieus corona met aids vergeleken? Ja, sorry. Ik had corona met aids vergeleken. En dat was dus niet de bedoeling. Dan. Amai, dat duurde lang. Zat je met andere meisje haar naam in je hoofd of zo? Dingen. Zal het graag horen. Dus Bea. We gaan eens even kijken. Dan ga ik nog eens overleg doen met dingen. Allee, zeg het. Met Bea. Dus... Oh, ja, daar heb ik wel echt heel lang nog getwijfeld. Ja, sorry, Bea. 0215. Dimitri, het is eventueel mogelijk om jouw badge in de auto rechts te hangen. Het stuur zit er steeds voor. Dus kunnen we niet zien. Dat is heel jammer, vind ik wel. Dus bij deze heb ik nu eens de badge hier gehangen. Voilà, dan kunnen jullie dat ook wel eens aflezen. Dan Ben Verdikt. 10.58. Ja, echt wel. Een meerwaarde dat je naar deze locatie gegaan bent, hoor. Wauw. Ja, naar de Mombeekvallei dat het aan het regenen was. Waarom hebben jullie besloten om geen kinderen op de wereld te zetten als er een wens is? We hebben een kinderwens, ik en Bea. Maar, er is een maar, we willen de kindermens ook wel werkelijkheid wel worden, maar we hebben de financiële middelen er niet voor en wij willen dat ook wel te groei doen. En ja, dus als je een kind wilt
Ja, grootbrengen moet je er ook financieel goed er ook voor staan. 6.04. Waarom doet je alsof je achterlijk is? Dat komt van Cratin Plarantin. En dan pas neem ik op. Doordenk. Ah ja, van dat van de doordenkertje, ja. Dan Senne de Duffelaer. Dimitri, was de verplaatsing naar Mombeekvallei eentje van essentiële soort? Nee, op dat moment niet. Ben verdikt. 30 door, 3 minuten 30 tot de 3 minuten 25. Dus wil je nu zeggen dat je anders niks in je leven hebt? Moet tof zijn voor Bea om zoiets te horen. En sinds wanneer heb jij vrouwelijke fans? Oh, 30. Oké, ik ga nog Daar is even. er. Een fan van mij die op de fiets zit. Ik mag er nog altijd, mensen, ik mag er nog altijd kijken als je gewoon vrolijk zie, maar niet aankomen. Omwille van dat ik toch ook al een vriendinnetje heb. Wat vinden jullie daarvan? Ik mag toch naar schoenmiekjes kijken, niet? Ik moet toch ook nog iets hebben in mijn leven, hè? Voilà, bij deze. Ja, en jullie hebben het ook wel hoogstwaarschijnlijk gezien dat de kwaliteit bakker is. Dus omwille van dat ik ook nog aan het uploaden ben. En ja, mijn focus is, ik moet nog 9 minuten doen en het is 1 voor 7. Dus too late online. Maakt niet uit. Dan gaan we door naar de volgende. Dus ja, ik heb vrouwelijke fans die hier ook iets verder wonen. Die kijken ook elke dag naar mijn vlogs. Ja, wanneer dat ze eigenlijk wel online komen. Maar deze tijd is het echt heel moeilijk hoor. Want zonder Bea hier leven, het is hier echt heel stil. Echt heel stil. Ik ben dat niet gewoon. Ik ben dat echt niet gewoon. Oké, 15.52. Dus met andere woorden, jullie hebben geen kinderwens. Jawel, we hebben wel kinderwens. Als je denkt dat je buren of vrienden op bezoek mogen komen, heb je het mis. Je redt je, ja, oké, daar heb ik dus gelezen. Dus als we nu met vrienden en al afspreken, is het hier op de koerke buiten. Dan gaan we naar vlog nummer 829, 5 reacties. Senne Tuffelaer, naar welke landparties ga je allemaal gaan, Dimitris? Momenteel staat er één LAN-party op programma, dat is Pixelan. Maar, er is wel een maar. Ik ga ook nog wel eens kijken in de toekomst als ik nog wel naar andere LAN-parties kan gaan. Als er terug worden georganiseerd en al. Dan probeer ik ook die LAN-party-kalender ook wel wat weer al up-to-date te brengen. Dus daar ga ik ook dan wel eens een week van maken. Leuke intro, Dimi. Huh? Dat is toch altijd dezelfde intro geweest, Kratij Platij. Dan zet het Tuffelaer. 15 minuten. Dimitri, heb je enkel twee frikandellen meegenomen van frituur, geen frietjes? Bot is gearriveerd. Gewoon twee frikandellen, ik had niet meer honger. Ah ja, blijkbaar wel, ja. Je hebt het ook weer al goed gehoord. Zet het Tuffelaer. En dan Murdoch. Hey Psycho, jij zei jij echt. Echt dat je zoiets doet, ik mag dat niet van mama, maar dat is wel snapbaar. Weet je, daar is het vele corona en jij en Beatrixen zijn echt cute. Ben echt blij voor jullie gevonden te hebben, echt waar. Wanneer gaan jullie eens een meet and greet doen? Misschien bij Bosparus, kebabzaak, Alke, ja oké. Ja, dat gaat gewoon een hele lange tekst door. Dus als je het wilt lezen, staat het op 829. Maar heel dankjewel voor die hele mooie tekst. Dan gaan we over naar vlog nummer 830. Daar zijn 5 reacties op gekomen. Ben verdikt. Niet slecht bedoeld, maar wat een rommelboel op 703. Ziet. Ja, ik weet het. Ik weet het, ik weet het. Het is een rommelboel. Zet het Tuffelaer. 6.05. 6 minuten 05. Dimitri, als je badge iets hoger hangt of camera iets meer naar onder draait, dan kunnen we het mooie badge wel eens aanschouwen. Want ik heb nu genoeg boodschappen gedaan. Nou ja, staat juist weer al iets te laag. Dimitri, ben je volledig naar Hasse gegaan voor de Carrefour? Er is toch een oké in Alke? Carrefour in Alke hebben wij ook, hè? Mensen, Carrefour Markets en we hebben ook nog een oké.
E-mail is vuurbot. Als Ben vertikt dit leest, moet Dimi streamen. Hij heeft het niet gelezen. Hij heeft het niet gereageerd. Dan gaan we eens even naar 831. Daar zijn nul reacties op gekomen. Dan gaat het wel redelijk snel. 832. Daar zijn drie reacties op gekomen. 020. Haha, Dimitris. We waren vroeger dan je verwacht, hé. Ja, dat klopt. Ben verdikt. What the fuck. 1459. Voilà, bij deze heb ik nu gedaan met mijn behoeften. Ik zal het zo zeggen. Dus... ja, ik zat op de wc. Je doet dat goed, Jo Klaas. Dankjewel, Jo Klaas. Dan gaan we over naar 833. Kratij Plaratij. Ik sla mijn ontbijt over, want na een nachtsnuifsessie heb ik 's morgens geen honger meer. Groetjes, Kratij Plaratij. Ik ga je één ding zeggen. Kratij Plaratij. Hier ga ik dus niet op in. 03, dus 3 minuten. Ik eet graag boterhammen met choco in plaats van sandwichen. Wat eten jullie graag eigenlijk bij het ontbijt? Ah ja, daar heb ik jullie dus een vraag gesteld. Dus bij Sin en Tuffler is het dus... Ik eet graag een boterham met choco. Ben verdikt. Leuke vlog, kerel. Een tijdje geleden heb je ons heel vaak verteld dat je als je 500 aannemers haalt, je een bol.com waardebon van 60 euro weggeeft aan je fan. Of 30 euro aan twee fans. Die giveaway is nog steeds door of was het een leuk? Nee, die giveaway gaat nog altijd steeds door, want ik moet nog 10 abonnees halen. Ja, dan heb ik mijn 500 abonnees al. Dus jawel, het gaat wel echt heel mooi de kant uit naar richting de 500. Nee, dus ik ga dus je mag van maximum tot de 60 euro iets uitkiezen uit een webshop. Maakt niet uit welke webshop, niet van bol.com. Maar bijvoorbeeld Steam, ofwel koop ik u een Google Play Card voor, te waarde van 60 euro. Of noem maar op. Dus altijd maar via een webshop dat ik niks moet opsturen. Dus dat jullie het ook direct hebben ja, bij handen. Dan zijn ze Duffelair weer al. Dimitri, hoe maak je nu boerenringworst? Dat ik het niet weet. Dan gaan we over naar 834. Send te verleren. 11:35. Bedankt om de badge te tonen, Dimitri. Staat echt goed. Mooie trui van Bobby Janland ook. Van waar heb je die? Dus ik ben een Bobby Janland werknemer geweest. Heel vroeger. Hoe is het dan allemaal het werk gaan? Ja, ik pakte dan ook altijd mijn kleren mee naar huis toe. Omdat ik dat dan hier al rechtstreeks kan aandoen. En dan hup naar Bobby Janland kan gaan. Om direct daar te kunnen gaan beginnen als ik binnen het park kom. Dat ik niet meer moet omkleden. Dat ik die tijd ook heb uitgespaard. Ja, 6 dagen heb ik daar gewerkt. Een paar dagen later nog altijd niks meer gehoord van Bobby Janland. Ik ga nog eens terug naar Bobby Janland toe. Ik ga in de eerste restaurant daar iets eten met mijn personeelspasje. Ja, Dimitri, uw personeelspasje is niet meer geldig. Huh? Oeh, dat is niet meer geldig. Ja, jij weet hier niet meer. Huh? Ja, je hebt normaal gezien ook wel iets ontvangen van de baas. Oké, okay, ik heb dan gevraagd, kunt de baas naar mij komen? Ja, oké. Okay. Ja, Dimitri, je moet 50 euro boete betalen omdat je je kleren niet hebt terug binnengebracht. Oké. Okay. Ik ga dan Sandra daar eens terug naar Bobby Janland toe. Zeg, mag ik alsjeblieft de paardirecteur spreken? Ja, oké, okay, dat is goed, dat is goed. Ik heb dan die kleren eruit gehaald toen hij naar mij kwam. Kijk, watch, in zijn gezicht gegooid de kleren. Hier is uw 50 euro boete. Ik heb niks ontvangen van een kader zodat ik niet meer mocht komen werken of zo. Maar de dikke trui, die heb ik wel lekker gehouden. Dat... Het echt heeft heel veel geld gekost ook om op en af te rijden, continu om mijn papieren dan daar nog een keer volledig in orde te krijgen. Dus je moet denken, het is een railpas geweest. En ja, railpassen kostten toen in die tijd 55 euro. Ja, en dan was er ook wel, dat was er weer op de bijna door. Dus bij deze heb je dus, via die weg heb je dus die Bobby Haaland trui. Kiefer SP, alweer een fijne vlog, Dimitri. Bedankt, graag gedaan. Ben verdikt. Wat vindt Bea ervan dat jij escort boekt? Kost dat niet veel?
Escort boeken, dat kost niks, want je ziet het, ze rijden gewoon voor je. Maar wel zonder sirene. Jammer. Ik zie de zon zien zakken in de zee. Ik zie de zon zien zakken in de zee. Holy, ik zie de zon zien zakken. De zon zien zakken. De zon zien zakken in de zee. Holy. Echt, Dimitri? Echt? Ja. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Holy. Het is zomer, het is vakantie. Ja, oké. Okay. Meer niet. Maar dat is van Sam Gores. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Oké, okay, oké. Okay. Dan gaan we door naar Jungs Selke. Timmy, heb jij bang van liften? Nee, ik heb geen bang van liften. Voor Dimitri. De Senator Flair. Dimitri, wat vindt Bea van het feit dat je letterlijk en figuurlijk met een escorte op pad was? Mag dat zo wel? Zo met escortes... Dus ik bedoelde met die politiecombi. Ik noem dat soms ook wel een escort, dus dat ik naar thuis word geleid. Dan S-Docs. Politie-escorten? Vraagteken? Ja. Dan Emiel's Viewbot. Dimi, wanneer ga je S live? Binnen een goede 2-3 weken pas. Gewoon van, ik mag eindelijk morgen ook terug gaan werken in Bewel in Sint-Truiden de eerstkomende 2 weken. Bij deze. En dan vlog 835. En dan Vince Frisson met den Mitch. Oké. Okay. En dan hier e-mails pro viewpod. Stop met clickbieten, Dimi. Doe ik toch niet, heb ik dan gezegd. En dan bij vlog 836. We weten dat het geluid daar te hard stond. Dat bij deze... Frederik Dimitri, ik zie daar een microfoon in beeld. Gebruikt die dan ook? Ik versta er niets van. Groetjes, grote uur van. Dat klopt, Frederik. Ik ben ermee op de hoogte. Dan, Ben Vertik. Kijk, AUP, toch uw vlogs na voordat je die uploadt. Nu is het ook verloren tijd en moeite voor die je erin gestoken hebt. Want het is onverstaanbaar. Ik weet het, ben verdikt, klopt. En dan 1.16, ook niet overdrijven, nee. Je doet bijna alsof Bea dood is. Ik weet het. Ben verdikt, 2.30, gaan jullie meedoen aan de Temptation Island? Nee. Halfhand, niet wenen, Dimi. Bea komt terug, he. Dat klopt. We gaan hier binnenkort wel eens samenwonen. Dan Gino de Leeuw. Zet die muziek af. Niks te verstaan. Hey Gino de Leeuw. Alles goed? Jawel. Ik denk nog alles stoppen. Ja. Ja. Ik snap het niet echt kunnen. Misschien snel een livestream doen om het uit te leggen. En dan heb ik het. Nee, er kon geen. Wij twee hebben even rust nodig. En dan. Wij fans krijgen echt niks. He. Enkel stank voor dank. Ha 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 ha. Dan boterhamvlogs. Muziek veel te luid. Versta er geen mokker van. Dat klopt. Ik heb er ook op gereageerd. Dan Maxime de Bonen. Timmy, ik versta er geen kut van. Ik weet het. Rustig, Maxime. Ik versta er geen anale clitoris van. Ik ook niet, G. Wat een slechte nieuws nu. Ik hoor niks van. Ik dacht dat iemand doodging. 2 weken zonder elkaar. Oké, okay, dan. En dat was de nieuwe intro al. Dan 837. Dan Sibout de Lander. Ik werk voor PostNL in de buurt van Alke. En de volgende keer dat ik in Begonjelaan kom en iets moet afleveren aan nummer puntje 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 met de busnummer puntje puntje puntje, kijk ik in die brievenbus. Als je dat ooit doet, het staat zwart op wit. Ik weet niet wie dat doet, hè. Dus we komen er sowieso achter, dus doe het alstublieft niet. Of moet ik dit hele tekst ook naar PostNL directie sturen? Ik denk dat je dan problemen gaat hebben. Dus doe alsjeblieft zoiets niet. Dus ik waarschuw je nu alleen maar. Dus ik ga geen stappen ondernemen. Punt. Jade. Hanen. Je bent toch echt man. Hé, Dimi. Ja. Chef Weygaard. Je krabt met
die zakdoek aan je gezicht, maar gebruik die dakje opnieuw, dan heeft het ook geen effect. Hè. Dat klopt. Deze keer een mooie intro. Merci. Koop dan een grote brievenbus. Ja, de brievenbus is gemaakt door Cordium en niet door mij. Dus ik moet even afleven. Hola, dan ben ik verdikt. Jammer dat Bea nu niet meer bij jou mag blijven samenwonen. Maar ik begrijp niet goed waarom ze verplicht is om die andere plaats te wonen. Bea is toch meerderjarig, 24 dacht ik. Dus zij mag toch doen wat zij wil. Als zij wil samenwonen met u, mag zij dat toch. Dat is toch haar beslissing, want ze is daar toch oud genoeg voor. Misschien een goed idee om haar dan eens te laten uitleggen in de vlog om duidelijk te scheppen. Maar ja, als ik Bea was, zou ik er ook alles aan doen om te kunnen ontsnappen. Free Bea. Ha, ha, ha. Nee, dus Bea woont in een gezamenlijke woning met meerdere mensen onder één dak. En ja, zij wordt ook daar begeleid en al in die woning en al. En dan als zij hier samen komt wonen, dan krijgt ze nog 8 uur begeleiding hier. Maar, hoe moet ik het zeggen? Maar eerst moet daar dan alles ook nog opgezegd worden. Hier moet dan ook wel een nieuwe domiciliering worden aangevraagd. Dat zij hier dan ook komt samen wonen. Bij deze. Kijk, het ook, ja, de vlog ook beëindigen. Dus ik dank je wel om weer een deel uit te maken van mijn leven. Ja, ik dacht dat ik iets zag, maar het is niet. Oké. Dan ga ik nu nog... ik weet nog niet wat ik ga doen nu. Jawel, nog naar Enzo Knol kijken. Ik ga ook nog wat... YouTube kijken, want er is nu ook totaal geen familie meer, geen puur politie meer. Het kan zijn dat ik nog wat YouTube-filmpjes ga kijken. Ja. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Want daar ziet het toch wel redelijk leuke filmpjes ook uit. Zo gelijk, de nieuwe Scania P450 is binnen en ik mag ermee gaan werken. Leuk. Dan mijn Roblox Park. Van X-Rides. Ah, wel, ik ga ook eens even, voor toch nog wat te verlengen. Ik ga jullie eens al mijn abonnementen zeggen waar ik ben opgeabonneerd. Spinning Records, Acid, Beauty Vloggen, Cactus Family Fun, Corruptie Exposed, Crazy Binet, D, Dignitas, Dimitri Vekas, Like Mike, DJ John Paul, DreamHack, Dus David Games, Dylan Hagen Game, Gaming, Enzo Knol 2, Evelien Trekels, Firework Belgium, Fanatic, Follow Groovy, Fun TV, Funcom, Game Gear, Gamer Geeks, GameSpot, Giel de Winter, Gio, IGN, Irma Knol, Calvijn, Lampartikalender, Lomadia, Milan Knol, Mulkens Entertainment, MV Gaming Center, Nancy Drow, NBI 2K, Nintendo Caprison, Note, Optic Gaming, Pascal, Paul Sarisri, Pingunzo, Resident Evil, Rides XL, Rockstar Games, Ronald, Spooky 1611, Spooky 1611 2, Stefan Jurjens, Stuk TV, Swifty, Psycho Gaming Room, Tibes, The Reality Event, The King 777NL, Theme Park Review, The Scandicate Project, Tees Games, TMarTN, Uber Haxor Nova, Uber Quinn, Ubisoft, Unazi, Valve,
Werken bij Defensie. White Boy 7. White Boy 7 2. Woody's Gamertag. Xbox. Sly Foxhound. YoCast. Lewis en Simon. Zerka. ZZ. Zergels. Krz of zoiets. Oké, dat waren dus al mijn abonnementen waar ik ben geabonneerd. Voilà, bij deze is de vlog nog wel iets langer geworden. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Ja, mijn nickname is nog altijd Psycho. En jullie zien alles op Psycho TV. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op de beltje terug. Dan blijven jullie het rijden en zeilen. En kom ook wel eens langs op www.psychotv.be. En kom ook integraal ook op onze Discord channel. Leuk ook om te chatten en al. Dus, en ook soms ja, filmpjes die ik ook in het geniep upload. Alleen maar voor Discord. Dus alleen maar voordelen op Discord heb je als je naar Discord komt. Tot de volgende. Tot morgen. Yo.